Bij mij in de studio Lotus Thijssens van CD&V. Hij heeft een vraag gesteld over everzwijnen. Ja, goeiedag. U bent burgemeester van Meeuwen-Gruitrode. Heeft Meeuwen-Gruitrode er veel last van everzwijnen? Ja, ik denk net zoals nogal wat omliggende gemeentes. Wij zijn ook een uitgestrekte landelijke gemeente. Die problematiek is niet van vandaag. Daarom denk ik dat het ondertussen al 8 jaar geleden is dat ik hier in het parlement de eerste vragen stelde rond everzwijnen. Een everzwijnpopulatie die groeit, die schade toebrengt aan landbouwgewassen, die ook schade toebrengt aan tuinen, privétuinen van mensen, die schade toebrengt aan de natuur, maar vooral ook iets wat mij persoonlijk nogal verontrust, wat ook een gevaar kan betekenen voor onze verkeersveiligheid. Ja, die verkeersveiligheid. En was u tevreden met het antwoord van de minister? Wel, ik denk dat de minister heel duidelijk heeft aangegeven dat de acties opgedreven worden. En ik denk dat er ook al heel wat initiatieven genomen zijn door deze minister. Daar zijn faunabeheerszones ingesteld in Vlaanderen. Dus Vlaanderen is opgedeeld in 10 gebieden, waar dat de verschillende betrokkenen rond de tafel gebracht worden en waar acties uitgetekend worden wat men kan doen om die everzwijnen te bestrijden. Maar ook de bejaging op het everzwijn is eigenlijk enorm uitgebreid. Aankorrelen is mogelijk geworden en men kan eigenlijk het hele jaar rond het everzwijn bejagen. Men kan zelfs 's nachts bejagen via de bijzondere bejaging. Oké, en ze steekt zelfs een tandje bij, hè? Want ze gaat de gouverneurs van Limburg en Antwerpen aanspreken. Hoe zit dat precies in elkaar? Ja, de minister heeft vandaag inderdaad aangekondigd dat ze de gouverneurs van Limburg en Antwerpen gaat vragen om de concrete acties op het terrein ook een stuk mee te coördineren. Om een keer in overleg te gaan met de lokale stakeholders en een keer te kijken wat zijn hier nog de knelpunten die eventueel moeten opgelost worden. Want het probleem is prangend, het aantal everzwijnen daalt niet. Nee, juiste cijfers kunnen daar niet opgeplakt worden, maar ondanks het feit dat de voorbije lente en zomer, hou u vast, maar liefst 700 everzwijnen geschoten zijn, lijkt het er toch nog altijd op dat die populatie blijft stijgen. Everzwijnen in heel Vlaanderen of enkel in Limburg? Dat gaat vooral over everzwijnen in Limburg en een stukje in Antwerpen, ja. Ja. Wat doet Meeuwen-Gruitrode nu al om het probleem goed aan te pakken, naast die zones die al zijn afgebakend? Bijvoorbeeld Leopoldsburg spreekt van, we gaan dit jaar nog 3 drijfjachten organiseren. Mm-hmm. Is dat iets waar uw gemeente ook aan denkt? Wel, dat gebeurt in samenspraak met de wildbeheerseenheid. Voor mijn gemeente was het grootste probleem vooral een heel uitgestrekt militair domein van meer dan 2000 hectare, waar eigenlijk niet gejaagd werd, waar te weinig aan gedaan werd en waar eigenlijk vanuit militair oogpunt natuurlijk gezegd wordt van ja, wij hebben eigenlijk geen schade van die everzwijnen. En dat klopt dan ook wel, maar natuurlijk de omliggende akkerlanden rondom dat militair domein en misschien nog belangrijker, een grote verkeersweg, de N76, vlak langs dat militair domein, die kunnen daar natuurlijk wel schade van ondervinden. En nu is er ondertussen dus ook een jachtplan opgemaakt en zal er dus ook een aanbesteding gebeuren vooraan te duiden wie dat die bestrijding van de everzwijn kan gaan doen op dat militaire domein. Ik denk wel dat dat belangrijke stappen vooruit zijn. Ja. Uw voornaamste bezorgdheden waren dus het omwoelen van akkers en tuinen, dus het schade daar aan berokkenen, maar ook de verkeersongelukken. Recent bijgekomen is daar dan die Afrikaanse varkenspest. Hè? Ja. Is dat ook iets wat u bezighoudt? Moet er bijvoorbeeld een jachtstop komen? Daar is een Limburgse wetenschapper die daarvoor pleit. Niet meer jagen op de beesten. Ja. Wel, ik heb begrepen dat in de betroffen gebieden, met Luxemburg met name, dat men daar inderdaad best niet meer jaagt. Want het is inderdaad zo, als men dat everzwijn gaat bejagen, dan worden schot gelost. Die dieren die kunnen ongelooflijke afstanden afleggen. Dus dat zou voor een verspreiding kunnen zorgen. En dan moet men daar inderdaad voorzichtig mee zijn. Ik denk wel dat we intussen, zolang als de varkenspest er nog niet is in Limburg en in Antwerpen, dat we alles in het werk moeten stellen om die everzwijnenpopulatie maximaal onder controle te houden. Jachtstop is één ding. Jachtstop toerisme, moet er dat komen? Het jachtseizoen in Wallonië is gisteren van start gegaan. Jagers die naar Ginder gaan om te schieten, kunnen het virus zo ook meebrengen naar hier, hè? Naar Vlaanderen. Wel, dat zou kunnen, maar ik heb toch begrepen dat er een aantal gebieden helemaal afgezet zijn die niet toegankelijk zijn. Dus op die manier kan dat een stuk tegengegaan worden, denk ik. U heeft het probleem al een aantal keren aangekaart bij minister Weitz. Wat wil u precies? Wel, die verkeersveiligheid die baart mij grote zorgen. Ik heb einde 2016 een cijfers opgevraagd bij de verschillende politiezones in Limburg. En bleek toen dat op 2 jaar tijd, 2015 en 2016, in Limburg alleen
80 verkeersongevallen geregistreerd waren met everzwijnen. 80. Waar dat mijn inspecteur dan ook nog een keer zegt, je moet er rekening mee houden dat daar heel wat verkeersongevallen niet geregistreerd zijn. Ja, want het is zo, als men een botsing heeft met zo'n everzwijn en men heeft geen Omnium-verzekering, men trekt daar niks van, men kan daar geen schadevergoeding voor krijgen. Dus mensen die enkel stoffelijke schade hebben, geven dat dan meestal niet aan. Plus ook, ja, eventueel zelfs ongevallen die gebeurd zijn door uit te wijken voor een everzwijn, dat kan men niet in kaart brengen. Dus waarschijnlijk zijn er dat meer. Ja, zware verkeersongevallen, of het getal is heel hoog. Mm-hmm. Waarop dringt u aan bij Ben Weitz eigenlijk? Wel, ik vind dat we eigenlijk moeten onze wegen beschermen tegen everzwijnen, tegen overstekend wild. En ik denk dan vooral aan die wegen die door bosrijke omgevingen lopen en waar dat het bos echt tot op de rand van de weg komt, waar men dus die everzwijnen niet kan verwachten of niet zien aankomen, waar die plots de weg oversteken. Dat is een heel gevaarlijke situatie voor de bestuurders. En ik vind dat we die wegen, dat we die moeten beschermen met rasters. En gaat hij daarop in? Wat heeft hij geantwoord? Wel, tot op heden heb ik daar eigenlijk nog weinig gevolg van gemerkt. Dus ik neem aan dat u die vraag opnieuw zal stellen aan minister Weitz. Ik ga die vraag blijven herhalen, inderdaad. Ja. Oké. Dankjewel, Lode Stijsens, voor dit gesprek.